Yo mensen, what up? Lars hier of de Ipelars en vandaag weer een nieuwe commentary, gameplay. Nou, geen gameplay, fuck dat, geen gameplay. Helemaal geen gameplay. Nee, het is een video over de nieuwe Astro's A50 die ik vandaag binnen heb gekregen van GameGear.be. Dus dat zien jullie straks allemaal wel in de beschrijving en zo en een link naar de headsets en dat soort dingen. Ik wil jullie even mijn oude headset laten zien. Dus, dit is mijn oude headset. Oranje, ik heb hem nu denk ik een jaartje of zo, niet zo heel erg lang in ieder geval. Nog redelijk goed, blij mee. Dit is al mijn tweede of derde Astro, dus ik heb derde volgens mij. Dit is, tweede Astro. Ik had eerst een wit paar en nu heb ik een oranje. En wat ik nou heb binnengekregen van Game Gear is de wireless A50's. De wireless A50's. Dus best wel zieke headset. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Ja, je kan het wel zien. Het is wit met grijs en een soort van lichtgroen lijmachtige kleur. Wat best wel ziek is. Ik vind hem echt heel erg mooi. Alle nieuwe Astro's hebben een soort van nieuwe layout gekregen van hoe ze eruit zien. Ze zijn niet allemaal even die kleur, zeg maar. Maar de draadjes in ieder geval, zoals jullie daar kunnen zien, zijn een andere kleur. En ook daarboven, zoals jullie daar zo kunnen zien, ook een andere kleur. Je kan ze in allemaal verschillende kleuren kan je ze krijgen. Het zit hier trouwens ook nog onder. In ieder geval heel erg mooi. Wat we hier dan bij hebben is een standaard, zeg maar, dat je erop kan zetten. Ik zal straks ook nog een nieuw setup video laten zien. Van hoe mijn setup er helemaal nu uitziet en zo. Want het is een beetje veranderd, niet heel erg. Maar ik wil het gewoon even laten zien. Dus ik heb deze net heb ik even uitgeprobeerd. En het soundgeluid, het is gewoon fucking sick. Gewoon echt heel erg mooi. Dus deze laat ik nu heel even hier zo. En dan ga ik zo meteen verder op in. En wat we hier hebben, dit is de nieuwe mix amp. Dus die andere oude, die kennen jullie denk ik allemaal wel. Maar dit is dus de nieuwe. Dit is voor de wireless. En zoals jullie daar zo kunnen zien, USB gaat gewoon weer in je computer. Optical cable gaat gewoon weer in je Xbox. En dit is trouwens voor de Xbox One versie headset only, zeggen ze. Maar je kan hem ook gewoon nog in je PC doen. En volgens mij ook in je PlayStation. Als je niet in de gamechat wil praten in ieder geval. Dus dit is speciaal. Deze headset is speciaal voor de Xbox One. Je hebt volgens mij ook nog een PS4 versie. Dat weet ik niet zeker. Omdat ik geen PS4 speel natuurlijk. Maar dit is dus de nieuwe mix amp. En het is eigenlijk heel erg simpel. Aan en uit knopje op. En er komt een anti-spyware bullshit in mijn ding. Even hoor. In ieder geval, dit is dus de nieuwe mix amp. En hierachter zit ook nog een mooi kleurtje op, zeg maar. Dus dat is ook best wel sick. En het is eigenlijk gewoon heel erg makkelijk. Want de mix amp is eigenlijk alleen maar om alles bij elkaar aan te sluiten en zo. En voor de rest heb je hem niet echt nodig. En die leg je gewoon onderaan het standaardje. Kan die gewoon lekker blijven liggen. Er hoeven geen draadjes in. En dan ga ik jullie nu weer terugbrengen naar de headset. Dus wat jullie... even kijken. Hier zo, waar ik nu met mijn vinger op zit, daar zo. Dat is de volumeregeling. En die kan je volgens mij gewoon unlimited door blijven draaien. Ik heb hem in ieder geval gewoon normaal gezet. En heb je hier aan de zijkant heb je nog een paar standjes van hoe dat dan moet. En daarboven zit de aan- en uitknop. Even kijken, klopt dat? Ja, er zit aan- en uitknop. Er zitten allemaal knopjes op de headset zelf. Dus dat is best voordelig. Je hoeft natuurlijk geen... Klaar, je zet hem op. Klaar. Geen draadjes. Want wat ik heel erg vervelend vind, is als ik in mijn stoel zit, dan rol ik heel vaak over mijn draadjes heen. Wat ik persoonlijk heel erg vervelend vind, aangezien je draadjes kapot eroverheen rijdt en dan gaan je draadjes gewoon kapot. En ik ken mensen die al echt al 10 keer hun draadjes kapot hebben gereden of dat het beest eraan zit ofzo. Maar die gaan gewoon redelijk snel, als je er gewoon redelijk vaak overheen rijdt en zo, gaan ze best vaak stuk. Of ik deze headset beter vind dan de A40's. Er zit niet zo heel veel verschil in. Het enige, het geluid is gewoon iets beter. Het schudt niet zo heel veel. Je merkt wel dat de geluiden gewoon wat dieper zijn en beter en mooier en zo. Maar voor de rest zit er niet zo heel veel verschil in. De layout, of hoe het eruit ziet, zeg maar, de nieuwe headset, vind ik wel heel erg mooi. Het ziet er gewoon allemaal wat netter en wat stoerder gewoon allemaal uit. Voor de rest, een Astro headset blijft gewoon natuurlijk hetzelfde. En dat zal ook niet heel erg snel gaan veranderen, omdat de layout er gewoon echt fucking vet uitziet. Details zitten er mooi op en zo. Dus ik kan echt niet klagen over de nieuwe headset.
de paar pluspunten die ik eraan vind, zijn toch echt wel dat je geen draadjes nodig hebt. Dat je nergens deed hebt met al die draden. Want dat zal ik jullie zo meteen in mijn setup video wel laten zien. Dat er zoveel draden zijn bij mijn bureau. En dat ik er eigenlijk een beetje gek word. Dus elk draadje minder is gewoon voor mij een pluspunt. En het is allemaal heel erg klein. Je hoeft niet heel erg... Dat er niet, zeg maar, alles heel erg dicht bij elkaar moet staan. Want het is toch wireless. Dus dat maakt allemaal niet zo heel erg uit. Kan in je controller voor de Xbox One. Ik gebruik het zelf niet. Omdat ik gewoon niet in games zit. Ik praat altijd gewoon via Skype en de Xbox One. Xbox Live chats en zo. Dat vind ik allemaal nog een beetje lastig daarvan. En het werkt allemaal niet zo heel goed. Dus ik praat altijd via Skype. Mooie nieuwe headset op een standaard. Met een mix-up eronder. Wat ik persoonlijk heel erg netjes vind. Dat het allemaal gewoon zo kan. En ja, Astro's zitten gewoon heel erg lekker. Dus als je nog geen echt goede headset hebt. En het is niet alleen voor gamen. Ik gebruik het. Ik heb, als ik hierboven zit, heb ik hem altijd op. En het is gewoon de beste headset die ik ooit heb gehad. Ik heb één keer heb ik een Turtle Beach gehad. Daarvoor de standaard headset. En nu heb ik een Astro al een paar jaar. 3 jaar volgens mij. En ik wil niet meer terug naar een Triton of een Turtle Beach of weet ik veel wat. Ik wil gewoon Astro's hebben, beste headsets die er zijn. Dus als jullie hem nog niet hebben, en het is natuurlijk bijna kerst. Vraag gewoon de nieuwe Astro's E50's. Nu terug naar de setup video. En daar gaat de telefoon. Dus mooi moment om even af te sluiten voor de setup video. Ik zie jullie zo meteen. Yo mensen, hier ben ik weer. Oké, setup video. Nou, meteen maar van start gaan. Daar zijn de achtergrond, daar zo. Even inzoomen. Dit zijn dus de nieuwe Astro's. Daar zijn de mix amp. En de standaard en zo. Dus ziet er allemaal heel erg mooi uit. Nog even verder daarop. Maar gewoon even met de setup video beginnen. Daar zo mijn twee computerschermen. Hier hebben jullie mijn nieuwe stoel. Had ik al eerder een video over gemaakt. DX Razor stoel. Lekker kussentje. En ik vind hem zo mannetje. Ik heb er nou een week in gezeten volgens mij. Ik heb hem nou een week en het is mannen chill. Echt film kijken, lekker achterover liggen. Geweldig. Xbox One. Daar een grappige foto van mij. Mijn Xbox 60 speel ik nooit meer op. Dus dat is een beetje, whatever. Ik weet niet wat ik ermee ga doen. Oké, dit is ook wat ik even jullie wil laten zien. Dit is mijn scuf. Lijkt heel mooi. Als het ding nog gaat focussen een beetje zo in het licht. Daar zo zien jullie dat mijn hele linker analoge stick helemaal naar de tyfus is. Er zit alleen nog maar een klein stukje op, dus ik moet eigenlijk ook nog een nieuwe scuf hebben. Maar ja, dat komt allemaal nog wel. Mijn oude 360 scuf. Mijn oude Astro's, oranje. Telefoonhoesje naar de nieuwe Astro's. Fucking sick. Ik kan er gewoon niet naar stoppen blijven kijken, zeg maar. Daar is mijn asbak. Ik heb nog maar 2 peuken gehad. Oh my god. En dit is dus die oude mix amp. Het verschil. Ik zal ze even naast elkaar leggen. Het verschil tussen die twee, je kan het redelijk goed zien. Het is wat kleiner en het is allemaal met minder draadjes en zo. En je kan hem gewoon neerleggen waar je maar wil. En dit bedoel ik dus met al die draden. Daar is ook mijn Elgato trouwens. En hier al die draden die overal zitten. Dus ik word er een beetje helemaal gek van. Hier mijn computer, rechtercomputer beeldscherm. Daar gaming op, daar bovenop mijn bed. Kan als je dat... Ja, dat kan je wel een beetje zien. Hier mijn linker beeldscherm. Het is allemaal gewoon heel erg standaard. Ik heb geen zieke toetsenbord of muis of weet ik veel wat. Pak je sigaretten. Hierachter mijn computer. Dus de Acer Predator nog wat. Daarbovenop een foto van mijn overleden opa helaas. Eigenlijk een best wel nog normale setup denk ik. Hier in het oude, hele oude televisie. Ik ga waarschijnlijk alles helemaal omgooien. Dat ik alles wat daar staat naar daar ga verplaatsen. En dan gaat die tv gaat daar boven op de muur. En dan kan ik gewoon, dan hangt die best hoog. Die televisie. En dan kan ik gewoon tv kijken, gamen, film kijken. Alles kan ik helemaal tegelijk. In ieder geval dat dit een beetje opgeruimd is. En dat ik al die draden een beetje aan die kant van het bureau. Want ik zit nou een beetje... Heel kut in een hoekje, dus dat wil ik een beetje gaan veranderen. Dit is eigenlijk... Er is niet veel veranderd. Er zijn een paar nieuwe dingen natuurlijk. De nieuwe Astro's. Zeker voor kerstvragen als je nog niks hebt. Of misschien zijn papa en mama wel heel erg aardig. En gunnen ze je dat gewoon wel voor
kerst, Sinterklaas, whatever the fuck je nog viert. Dus ja, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Mijn Blue Snow was er eigenlijk niet heel veel nieuwe dingen bijgekomen. Het zijn gewoon de dingen die ik nodig heb. En ik ben gewoon heel erg blij met deze mooie nieuwe schatjes. Dus hier gaat nou weer de telefoon. Dus ik ga hem hier weer beëindigen. Ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. En ik zie jullie bij de volgende commentaar weer. Adios, amigos.